Yo mensen en welkom bij aflevering nummer 5 van Emergency 5. Dat is een mooie sprongetje. Met Coldpire. Hallo. En vandaag, voor de verandering weer een keer, we doen gewoon elke keer een andere map. München. Oftewel, Oktoberfest. En traffic accident. De firefighting claim. Precies. En sneeuw en de pistes, dus het was één groot feit. Ja, zeker wel. Oh, we hebben meteen een leuke missie met een ongeval. Waar een leuk beetje in de brand staat. Ik zei hierheen. Mijn muis is leeg volgens mij. Warning. At least one vehicle involved in the accident is on fire. Count me in. Got drivers and vehicles once we have put out the claim. Daar zijn ze aan de weg. Hallo. En dat duurt even voordat ze er zijn, want dat is een beetje het nadeel aan deze map. Ik vind het bij deze map altijd vrij lang duren voordat ze er zijn. En hij. Dit is helemaal in het noorden van de map natuurlijk. Oh, jij zet je heli neer waar ik mijn touwtrucks. Maar dat maakt niet uit. Daar zijn ze. Oh, ze zijn nu alle drie in de brand. Je gaat echt iets anders doen, die brandweer auto. What's up? Okay. What's up? Count me in. Even snel een brandje aan de overkant blussen. En geblust. I'm ready. Yes, sir. I'm ready. Yes? Okay. Look out. Robbery in the street. The victim has been attacked by the perpetrator and injured. And a number of valuables were stolen. The thief is now on the run. I'm ready. The victim then find and arrest the criminal. Yes? Alright. The criminal is trying to leave the mission area. Stop him immediately. Yes? Okay. Alright. I'm ready. Ja joh, rijd gewoon over het slachtoffer heen. Kan wel. Aye aye, sir. Yes, can do. I'm ready. Count me in. Await orders. Kan makkelijk ja over het slachtoffer heen staan. Zo, en het laatste slachtoffer er even uitknippen. I'm ready. Aye aye, sir. Ik kan er ook weer in.
Want die mensen die erboven staan, die snappen het ook niet echt. Die erboven staan? Ja, die automobilist. Oh ja, dat zat ik net ook al met te kijken. En die dacht wel, laat ik hem overdwars over de weg inzetten. Daar komt de eerste towtruck weer binnen, dus die kunnen we meteen weer doorsturen. Even zien, waar is die? Waar is het ongeluk? Hier. Towtruck, sense. Die pakken. De brandweerauto kan ook alvast weer terug. Ja, daar. Heb je twee helikopters gestuurd? Nee. Ah, één van die paramedics is een beetje moeilijk. Dat vliegangst, zeg maar. Nou, hij wilde niet uit de helikopter stappen. Pas toen ik hem helikopter verplaatste, toen durfde hij eruit. Oh. En daar komt, als het goed is, ook ergens mijn touwtruck ondertussen. Ja, daar. Het is wel bijzonder dat die hele grote vrachtwagen op die kleine touwtruck past. Natuurlijk past dat. Ze zijn even groot. Volgende missie, zeg ik. Die auto is echt stoïcijns bezig en die blijft gewoon staan. Ja. Nou, het is na het einde van het level toe, dus veel last hebben we er niet van. Dat denk ik ook niet. Een brandje, helemaal bovenin. Nou, vooruit. Zal ik het heel makkelijk doen? Nou, dat maar doen. Het is wel heel leuk, hè, zo. Even zien, waar is de ene auto naar de andere auto in de bar. Ik zeg... Nee, verkeerde knop. Alright. Ik zeg, daar. Alright. Oh, nou, hopen dat het in één keer lukt. Jawel. Ja. Zeg, volgende missie. Hé, er ligt weer een slachtoffer. Ja, zonder dat er wat gebeurt. Tenminste, zonder dat er een melding gekomen is. Nog één. Heatwave. Oh, Heatwave. Oh, heb ik net dat vliegtuig gebruikt. Dat is een beetje jammer. Waar is de brand? Oh, hier. Achter het gebouw. I'm on it. Hier. Right away. Yes, sir. Right away. Hier ook nog één. Klik even op de goede of zo. Alright, I'm on it. Hier ook nog één. Ik zou een van die brandjes heb ik de vliegtuigen gestuurd. Naar welke?
Bij die autobrand. Bij die autobrand. Bij de, in het bos. Hier dan denk ik ergens. Oh ja. Even kijken hoe ver mijn vliegtuig ondertussen alweer is. Want die is op zich best wel. Dan stuur ik naar die autobranden daar. In het zuiden stuur ik wel even een auto heen. Hoe zei je? Daar in het zuiden, daar richting de berg, daar stuur ik wel even een auto heen. Ja? Okay. Ja, doe maar. Ik kijk even wat ik hier nog heb. Hij gaat hier in. Hier is nog wat. Yes. Yes, sir. Yes, oké. Okay. Aye, aye, sir. Understood. Dat was mijn firefighting plane. Yes, okay. Even snel. Await orders, okay. Yes. Wat hebben we hier? Die. Daar stuur ik zo meteen mijn plane wel even heen. Alright. Water. Can firefighting plane has refilled its tank and is now ready for use once more. Oh, the sea hour. Await orders. Yes, okay. Got it. Ik heb het idee dat ik steeds een auto mis, maar. Zal er aan mij liggen? Oké, jij gaat even kijken. We hebben een grote brand. Dit is een vrij grote brand, dus. Klik met die. Yes. Met dat firefighting plane de hele tijd op die verkeerde tools. Can do. Understood. No problem. No problem. Even zien hoor. What's up? Count me in. I'm ready. Waarom laat je een heavy rescue vertrekken? Nou, dan moet er even eentje uitgeknipt worden. Oh. Yes. Yes. Okay. Understood. Hé? Mijn vliegtuig heeft niet echt geblust of zo. What's up? Got it. Ik heb een auto van mij niks te doen.
Dan kun je vast hierheen. Alright. Zo. Nou hopen dat hij deze beter mikt. Got it. Aye, aye, sir. Het is wel het level met de grote missies trouwens. Ja, op zich leuk. Dat is een beter. Yes, okay. Can do. Dan kunnen jullie weer gaan. Count me in. A person has collapsed. They need to be treated and taken to the hospital. Overal door het level staat wat. Het is een beetje gaal of zo. Ik klopt. I'm ready. Yes, sir. Beetje chaotisch. Wat is dit? Oh, dat zijn brandweerwagens die betrekken. Op naar de volgende missie. Ik wil levelen dit level. Ben jij nog een auto aan het slepen? Ja. Nog een auto van de berg af. Oh ja. Ik wil zeggen, anders missen we er een. Nee, stuk. Er komt nog een auto van de berg af. Die deur ligt gewoon half van de sleepwagen af. Dan hebben we die hittegolf verslagen. Volgende, doe maar. En dan is alles de terugtocht. Ja, nou dus dan gaan we de volgende missie. Dat zou fijn zijn. Dat zou heel fijn zijn. Deze, ja, je hebt ze wel. Voor de brandweerboot, natuurlijk het kleine bootje, de reddingsbootje.
is hier wel aanlegstijgers, maar ik heb die missie hier nog niet gehad. Nee, dat klopt. Ik ook niet. Look out, arsenic. A known arsonist has escaped SOS. A person is seriously ill and needs treatment. Find out what state they're in and treat them. Alright, okay. Got it. Wel meteen weer aan de andere kant van het level. Van een map eigenlijk, hè. Het is geen level. Oh, hij loopt je tegemoet, ja. Ja, hartstikke goed. Nou, zoals hij loopt is hij volgens mij ook een beetje dronken. Een beetje zat. Vijf branden al. Oh, de bomen. En instappen. En richting de bureau. Dat is mooi. Het restaurant is geblust, nu alleen de bomen eromheen nog. De laatste gieten ook. Is dat ook weer klaar? En die is ook uit. Kijk eens aan. Kijk eens, mogen we meteen doorrijden. Ook nog met een slachtoffer. Ik zal wel ergens op het dak staan. Hier. Turntable ladder. Got it. Got it. Right away. Okay. Can do. Aan de andere kant gaan we wat bandjes in de fik. Ik zag het. Yes, okay. All right. Je hebt geen manschap vandaag, toch of wel? Wat zei je? Geen manschap vandaag, toch of wel? Nee, ik heb wel mannetjes. Yes, okay. Yes. En dan doen we dit. Wat zei je? Oh, ja, nee, ja, mag wel. Waarschijnlijk is het vuur sneller geblust omdat jouw auto er is. Ja, vliegtuig. Ja, moeilijk. Ik denk het wel. Nou, hij mag nog net een klein beetje meedoen, denk ik. Oh, nou, ik heb hem beter kunnen bewaren. Ik wou net zeggen, je had hem beter eventjes achter de hand kunnen houden.
Maakt niet uit. Oh, dus er zit nog slachtoffers in. Oh ja. Dat kunnen we hem helemaal niet gebruiken. Ik wou net zeggen, ik had hem bijna gedrukt. Toen zag ik dat slachtoffer. Ik was al aan het mikken. Toen zag ik ineens zo'n rood kruisje. Ik denk, oh. Dat gaat niet goed komen. Dat komt niet goed. Die ga ik meteen daar even wegtrekken. Yes, sir. Kom maar even vrij met deze meneer. Ik heb de ambus tussen de huizen geprikt daar. Oh ja, maar brandje is al uit. We hebben helemaal geen firefighting plane voor de forest fire nodig. Even kijken uit welke auto kwam die. Uit die, dus deze kunnen vast terug. Dat is fijn. Yes, okay. Gaat de slachtoffer nu pas weg bij die woningbrand? Ik ga nu pas weg. Ik vind hem langzaam met nieuwe missies uitgeven. En nou komt dat waarschijnlijk omdat het slachtoffer nog niet terug is, maar... Zo ga ik niet levelen. We hebben nog 3 minuten. Het zou toch zonde zijn als ik dit level niet, of deze map niet, gewoon een level omhoog ging. Ja, daar ga ik niet mee levelen hoor. Met dat soort missies. Ik kan ook gewoon jou de schuld geven dat ik niet level, want je gaat nu pas je slachtoffers bij die bosbrand weghalen. Zou niet eerder beter zijn, ik denk zelf niet eerder weg te huren. Nee, zo zwaar gewond waren ze niet. Het zijn echt alleen maar medische gevallen vandaag. En met nog 40 seconden ga ik het niet meer redden.
Met nog 3 seconden. Nou, dat dacht ik niet. En wie heeft weer de meeste punten? Jij. Hoe ben ik geleveld? Oh! 97%. Dus, de volgende aflevering ga ik ervan uit dat ik een level omhoog ga. Dat zou nou toch wel eens mogen. Goed, mensen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Druk dan even op die like-knop. Super vet als je abonneert op het kanaal. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Adios.